Meneer De Pla, meneer Heerts. Mevrouw Bouwmeester, mevrouw Pechtold. Wordt het geen tijd dat de sociaal-democratische minister haar knopen gaat tellen? Grote woorden. Van een klein mannetje zou ik haast willen zeggen. En dat lok je uit. Of het opschorten van de toepassing van de leidraad voor werk. Wordt het geen tijd, minister? Minister. Pardon. Ik zit helemaal gebiologeerd naar die meneer te kijken. Dat hebben we allemaal wel eens. Oké, ja. Nee, meneer Brinkman. Gaat u alstublieft zitten. Gaat u zitten. Mag ik vragen hoeveel dagen wij gepland hebben voor dit debat? Ja, zo interessant, voorzitter. Mag ik in reactie op een aantal opmerkingen toch nog iets zeggen? Nee. Wat een klotenstreek. We staan hier alleen maar met kerels te praten over geluk. Mijn definitie zou zijn als ik vanavond een keer thuis kan zijn met eten, maar dat is echt... Ik zou zeggen, werk eraan. Dan geef ik het woord aan de minister. Iets meer in de microfoon spreken, ja. Dan kan iedereen het goed verstaan. De microfoon doet het niet en het lampje brandt hier toch echt. Weet u wat ik heb gezegd voordat dat zinnetje dat zoveel citeert, wat ik toen heb aangegeven? Even kijken, weet u dat? Weet u dat, mevrouw? Het wordt een spelprogramma. Zullen we hier een quiz van maken? Nee, maar dan wil ik wel weten wat de prijzen zijn, want dan ga ik serieus meedoen. Een CDA-stropdas. Van een klotenstreek. Dit is echt heel lang geleden dat ik dit gehad heb. De motie De Wit. Wie is daarvoor? En wat zou het mooi zijn geweest als u uw bijdrage in tweede termijn had afgesloten met de woorden... Ik denk aan de lente als ik de minister zie. Ik denk aan de zomer als ik de minister-president zie. Meneer Van der Ham, u verwees toen straks naar de hanen die drie keer zouden kraaien. De goede tekst uit Matthäus en ook Lucas en Johannes is... Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Markus 14 zegt 2, Matthäus zegt 6, 26 zegt 1 en Johannes en Lucas doen allebei 2. Dus bij elkaar zijn het er zelfs 5, voorzitter. De heer Van der Staaij, u gaat ons helpen. Voorzitter, de heer Van der Ham laat helaas nu blijken dat hij niet alleen zijn bijbelkennis enigszins tekortschiet, maar ook zijn rekenvaardigheden. De SP, GroenLinks, D66... Partij voor de Dieren verworpen. Dat is echt vreselijk, dit.